Hoi, ik ben Marjolein van Peter Print. Wil jij weten of je een gestreken of een ongestreken papiersoort moet kiezen voor je drukwerk? In deze video leg ik je heel snel uit hoe het zit, zodat jij op de verjaardag van je schoonmoeder eens flink kunt opscheppen over je drukwerkkennis. Woehoe! We beginnen met gestreken papier. Dit heeft vrij weinig met een strijkbout te maken. Het papier wordt voorzien van een soort coating waardoor het een glad oppervlak krijgt. Door deze coating neemt het papier de druk inkt wat minder goed op en is de inkt wat krasgevoelig. Ook moet je oppassen dat je inkt bij het drukken niet gaat vlekken. Om dit tegen te gaan is het slim om gestreken papier te lamineren en goed rekening te houden met de inktdekking in je bestand. Bekijk onze video over inktdekking om hier meer over te leren. Zie het linkje in onze beschrijving. Je ziet gestreken papier vaak bij flyers. En niet voor niets. Op gestreken papier komen foto's erg mooi helder uit. Ideaal als je alle aandacht wilt voor je boodschap en geen afleiding van het papier zelf. We hebben verschillende soorten gestreken papier. MC glanzend, MC mat en dubbelzijdig gestreken sulfaatkarton. Deze laatste is geen echt karton, maar wel een heel stevige papiersoort. Dan ongestreken papier. De essentie van dit papier is hetzelfde als gestreken papier, maar er zit geen coatinglaagje overheen. Hierdoor neemt het papier de drukinkt beter op dan bij gestreken papier en is het goed te beschrijven. Op ongestreken papier komen foto's daardoor wat fletser uit. Ongestreken papiersoorten zijn meestal wat ruwer dan gestreken papiersoorten en daardoor is het bijna onmogelijk om het papier mooi te lamineren. Er komt al snel lucht tussen te zitten, wat heel lelijk wordt. Om deze reden kun je bij ons meestal geen laminaat kiezen bij ongestreken papiersoorten. Wil je je drukwerk toch heel graag lamineren? Kies dan dus voor een gestreken papiersoort in plaats van een ongestreken papiertje. Hier zie je goed het verschil tussen hetzelfde ontwerp op ongestreken papier en op gestreken papier. Ik ben zelf groot fan van ongestreken papier. Het oogt heel rustig en natuurlijk. Bij Peter Print hebben we ongestreken papiersoorten met een structuurtje, zoals Tintoretto Gesso, maar ook soorten zonder structuur, zoals HVO Offset en Rebello. De meeste van onze papiersoorten hebben trouwens het FSC-keurmerk en komen uit verantwoorde bosbouw. Sommige papiersoorten gaan nog een stapje verder. Onze Paperwise bijvoorbeeld. Die is gemaakt van landbouwafval. Tot slot is er nog een papiersoort die zowel gestreken als ongestreken is. Eigenlijk een soort hybride. Enkelzijdig gestreken sulfaatkarton. Dit papiertje wordt vooral gebruikt voor de klassieke ansichtkaart. Deze is aan de voorkant glad en aan de achterkant ongestreken, waardoor hij dus beschrijfbaar is. Hopelijk weet je nu wat voor papier het beste bij jouw ontwerp past. Wil je het verschil tussen de papiersoorten met eigen ogen en handen bewonderen? Vraag dan ons gratis sampleboek aan via peterprint.nl. Tot de volgende video!